De Steentjeskerk in Strijp is op een haarnaar verkocht. Volgens burgemeester en wethouders wordt de koopovereenkomst voorbereid. De koper wil anoniem blijven tot de handtekeningen zijn gezet. Voor de nieuwe bestemming van de Steentjeskerk zouden er een paar kleine aanpassingen nodig zijn aan het gebouw. De Steentjeskerk is een rijksmonument. Volgens de gemeente wordt het gebouw daarom voldoende beschermd. De Steentjeskerk was sinds 1984 in gebruik van het voormalige museum Kemperland. Dat is dit jaar opgegaan in een fusie met het historisch openluchtmuseum. Het is niet bekend wat de gemeente krijgt voor de verkoop.